Toen had ik een droom. Nou, ik ben Britt Stuut, ik ben 16 jaar oud en ik kom van Texel en woon nu op Papendal. Ik doe aan volleybal. Ik speel nu bij Jeugd Oranje en bij het Talent Team. Dat zijn wedstrijden, daarmee speel je wedstrijden in de Eredivisie. Nee, dat is in Arnhem op Papendal. Elke dag van de week, behalve zaterdag en zondag. Want of we hebben dan wedstrijden of ik ben hier op Texel naar mijn ouders. Ja, aan het begin was het wel een beetje apart omdat ik nog maar 16 jaar oud ben. Dus dat is best jong vind ik zelf om uit huis te gaan. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik ga in Arnhem naar school en daar ga ik gewoon verder met mijn onderwijs. Ik zit op een topsportschool, dus dan, als we dan in de ochtend trainen, dan zorgt een docent ervoor dat wij vrij krijgen van school. Ik wil heel graag naar het echte damesteam en dan met het damesteam de Olympische Spelen halen. Het zou in 2024 kunnen naar in Parijs. Zouden we naar de Olympische Spelen kunnen gaan? Het zou wel gaaf zijn. Ja. Je moet gewoon je droom achterna gaan.